Ja joh, kijkers van Daan van Geels. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar alweer een nieuwe video van mijn YouTube kanaal. Vandaag, beste kijkers, ga ik natuurlijk vertellen over de geschiedenis van een Disney film van Walt Disney uit mijn poll. Want de meeste van jullie hebben natuurlijk wel geweten, ik heb een poll gemaakt en daarin konden jullie kiezen uit 4 Disney films waar ik over moest vertellen. De meeste van jullie hadden gekozen voor Dumbo. Nou, beste kijkers, ik ga daarom dus vertellen over de geschiedenis van de Disney film Dumbo. Pak er gewoon lekker wat eten en drinken bij en geniet lekker van het luisteren. En je mag dit zeker weten ook samen kijken met je vrienden of met je ouders. Het maakt niet uit wie, maar je mag het alleen kijken of met iemand waar je van houdt. Dus ik zou zeggen, beste kijkers, luister maar mee. De meeste van jullie weten wel wie Dumbo is. Dumbo is natuurlijk een baby olifantje met de grote flaporen die bedacht is door Walt Disney in de jaren 40. En Dumbo was immers ook de 4e animatiefilm van Walt Disney in kleur. En het leverde €1 miljoen op in die tijd. En Dumbo kwam uit op 23 oktober in 1941. Dumbo werd vooral gemaakt als poging om de teleurstellende opbrengst van de vorige Disney-film Fantasia uit 1940 te compenseren. De film werd gemaakt met een klein budget en is relatief kort voor een Walt Disney-animatiefilm. Desondanks werd Dumbo wel gezien als een van Disney's grootste hoogtepunten. Hoewel Dumbo een animatiefilm was, waren er wel heel veel enge scènes en er werd ook in gescholden. En daarom was de film Dumbo eigenlijk alleen voor 12-plussers. Maar verder was het wel een prachtige film. En in Disney's gouden eeuw in de jaren 40 was Walt Disney natuurlijk nog bezig met het maken van films. Walt Disney en al zijn tekenaars die namen toen de medium om Dumbo te tekenen en daar een film van te maken. Maar Dumbo was ook een van de meest emotionele en trieste films die Walt Disney Studios ooit had gemaakt in die tijd. Maar ze hebben de film van Dumbo gemaakt omdat Dumbo is gebaseerd op het boek The Flying Elephant. En dat gaat ook over Dumbo. En het was geschreven door Helen Erbeson en Harold Pearl. Het boek was al heel oud en met het boek besloot Walt Disney de film van Dumbo te maken. En dat deed hij met het boek. En de tekeningen die Walt Disney met zijn hele team maakte, die werden dit keer voor de film nog beter. Maar Walt Disney kreeg ook hulp van kunstenaar Joe Grant en animator Dick Humor. Zij hielpen Walt Disney mee met het maken van de film Dumbo. Joe Grant was geboren op 15 mei 1908 en overleden op 6 mei 2005. En Dick Humor, die was geboren op 2 januari 1898 en overleden op 30 november 1979. Maar alle twee hielpen ze Walt Disney mee met Dumbo. Maar ook hielpen zij mee met het maken van de films in de jaren 70. Voordat de film werd gemaakt, toen was Walt Disney ook nog in Californië en daar was hij ook nog bezig met het maken van Dumbo. Maar natuurlijk ook met Fantasia. En Walt Disney was natuurlijk ook het meeste bezig, want hij had ook een paar hele belangrijke mensen geïntroduceerd. En hier gingen Joe Grant en Dick Humor ook Walt Disney helpen met iets heel belangrijks. En dat was dit. Joe Grant en Dick Humor werden door Walt Disney gevraagd om het verhaal van de kleine olifant te ontwikkelen. En daarbij hielpen ze dus ook mee met het verhaal van Dumbo. Maar in het originele verhaal van Dumbo had Dumbo een vogeltje als vriendje in plaats van een muis. Maar dat gingen ze veranderen omdat Timmy Muis in de film het vriendje van Dumbo werd. En zo werd de film van Dumbo gemaakt door een aantal stukjes te ontwikkelen, maar ook te veranderen. En dat lukte ook met het verhaal van Dumbo. En met verschillende hoofdstukken ging Walt Disney toen ook verschillende scènes maken van de film. En de tekeningen die kregen ook een betere kleurkwaliteit.
Ook ging Walt Disney met zijn hele team de details beter maken. En daardoor werd Dumbo ook een film met hele goede details. En uiteindelijk, toen Walt Disney alle tekeningen had gemaakt, toen ging hij ze natuurlijk allemaal achter elkaar plakken. En zo ontstond dan de echte tekenfilm en dan voegde hij nog kleur eraan toe. En tijdens het maken van de film Dumbo waren er wel heel veel burgers die buiten heel erg ongeduldig waren en wachten op Walt Disney tot hij weer een nieuwe film had gemaakt. Maar alle burgers waren ook heel erg ongerust omdat de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken in de tijd toen Dumbo werd gemaakt. En voor die tijd had Walt Disney ook al hele mooie dingetjes gemaakt van andere Disney films die hij maakte voordat hij Dumbo ging maken. Maar tijdens het maken van Dumbo begonnen andere films zoals Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen en Fantasia begonnen geld te verliezen. En daardoor was het wel lastig. Maar ze gebruikten wel het verhaal van Dumbo. Maar tijdens het maken van de film Dumbo begonnen ze eerst allemaal schetsen te maken. En ze gebruikten ook allemaal speciale achtergronden voor allemaal speciale scènes voor in de film Dumbo. En dankzij die speciale achtergronden die ze gingen maken, daardoor verdiende Walt Disney met zijn hele crew ook veel meer geld. En het tekenen van de achtergronden was al bijna het halve werk. En dat lukte ook goed. Daarbij gebruikte Walt Disney een hele goede filmcamera. En Joe Grant die hielp ook mee en vertelde tijdens het maken van de schetsen dat ze fantastische topkarakters hadden in de film. En iedereen was het ermee eens. En ook al was de Tweede Wereldoorlog begonnen, alle burgers die stonden er gewoon bij en wachten op Walt Disney. En ze begonnen ook allemaal mee te helpen met de film. Sommigen mochten zelfs stemmen inspreken, terwijl tekenaars bezig waren met de schetsen van Dumbo. En ook de muziek die ze gingen maken gebruikten ze goed in de film en in New York waren ze ermee bezig. Ook verschillende animators en kunstenaars die kwamen allemaal naar New York om ook tijdens het maken van de film nieuwe details uit te testen voor de film. Maar niet alle details gebruikten ze. En Dumbo was in de film natuurlijk het kleine schattige baby-olifantje met de grote oren. Maar een klein jongetje maakte ook sommige geluidjes. Ook een aantal andere stemacteurs maakten grappige geluidjes in de film. En er was ook iemand die de stem van meneer Ooievaar insprak. Meneer Ooievaar was in de film Dumbo natuurlijk degene die Dumbo naar de olifantafdeling van de circustrein bracht. En hij was ook heel grappig op het wolkje. Maar ook Timmy Muis werd ingesproken door een acteur. En hij was de muis die Dumbo ging helpen. En voor de scène waarin de kraaien gingen dansen, gingen de makers verschillende takes van dansers laten uitproberen. En al die dansjes die die dansers gingen maken, werden in de film gebruikt voor de kraaien die gingen dansen. En al die dansjes die kwamen in de film. En ook gingen ze natuurlijk in sommige scènes een beetje meedansen. De kraaien dansten toen precies zoals de mannen gingen dansen. En de kraaien, die kregen allemaal ook een goede rol, omdat zij Dumbo gingen helpen ervoor te zorgen dat hij kon vliegen. En verschillende mensen, die gingen ook helpen om ook de stemmen van de kraaien in te spreken. En dat deden ze ook op een hele goede manier. De kraaien, die kregen toen ook hele mooie stemmen. En ook goede danspasjes van dezelfde stemacteurs. En in de scène met de kraaien kreeg Timmy Muis ook een goede rol. Ook werden er verschillende posters gebruikt in het beginstukje van de film Dumbo. En daarin kwamen ook allemaal posters die uit de jaren 40 kwamen en die waren allemaal in een museum gezet. En dat was wat Walt Disney ook gebruikte van Salvador Dali. Dali en Disney die waren toen samen heel goed bezig. Daarnaast gebruikte Walt Disney ook een heel goed iets om een nieuwe detail uit te voeren voor iets in de film. En daarvoor gebruikte hij speciaal kokend water dat hij ging tekenen voor Bubbles. En dat werd ook in de film gebruikt. En Walt Disney tekende daarbij goede details. Ook met het animeren en experimenteren had Walt Disney de details gebruikt. En zo
gingen ze met de film Dumbo ervoor zorgen dat er hele speciale schaduwen in de film kwamen en ook bij de scène waarin de olifanten gingen dansen. De animators hebben namelijk deze instructiefilm gekeken. En hier in deze film waren heel veel scènes te zien met hele speciale schaduwen. En daardoor gebruikten ze al die schaduwen in de film. Ook werden van die schaduwen allerlei speciale details gebruikt voor hele speciale scènes in de film. Want er moest al niet te veel schaduw komen. En Dumbo werd daarbij ook gedetailleerd in de scène. En de muziek werd ook gemaakt in de film Dumbo. Zoals het liedje Baby Mine in de film Dumbo. Maar Baby Mine is niet het enige liedje dat gemaakt werd voor de film. Hier is een lijstje met alle liedjes uit de film Dumbo. Maar al die muziek werd ook fantastisch goed gemaakt en gedetailleerd in de mooie en goede kwaliteit. En bijna alle teksten van de liedjes waren bij Ned Washington bedacht. En Walt Disney wilde ook in de film Dumbo de beste liedjes hebben over Dumbo en al zijn vriendjes. En ook gezongen door kraaien. Maar er waren ook een heleboel trieste en schattige scènes. Want toen Dumbo eindelijk weer bij zijn moeder was, nadat zijn moeder was opgesloten, was dat wel een schattig stukje. En door alle goede details en alle tekenen voor de film Dumbo, was de film Dumbo een heel groot succes geworden. En er kwamen heel veel mensen kijken naar de film. En uiteindelijk kreeg de film Dumbo heel veel geld, meer dan 1 miljoen euro. En ook werden er zelfs speciaal voor Dumbo bommenwerpers gemaakt van hem. En Dumbo die werd ook het speciale dier van het jaar en kwam ook nog eens in de krant te staan. Daardoor werd Dumbo een van de beste Disneyfilms ooit. En de Disneyfilm Dumbo die ging op 23 oktober in 1941 in première. De film Dumbo was animatie, drama, maar ook voor familie. En hij ging op 25 juli in 1951 in Nederland in première. Dat kwam omdat in Nederland en ook in de rest van Europa de Tweede Wereldoorlog natuurlijk was uitgebroken. Maar Dumbo was een heel groot succes. En het leverde ook meer geld op dan Walt Disney ooit had verwacht. En de hele film Dumbo had prachtige scènes, maar ook trieste scènes. Maar na de film Dumbo kwamen er ook een heleboel veranderingen in de Walt Disney Studios. Walt Disney werd veel verantwoordelijker en zelfstandiger in zijn studio's. En de Disney Studios werd na Dumbo een hele bijzondere en betere plek. En dat allemaal dankzij de Disney film Dumbo. De 5e originele Walt Disney film die ook de meest emotionele en prachtige Walt Disney film was. Wat vind jij zelf van Dumbo? Nou, beste kijkers. Dat was in ieder geval de geschiedenis over de Disney film Dumbo. Hopelijk vonden jullie het leuk. Laat het weten in de reacties. En mochten jullie dit natuurlijk weer nog een leuke video vinden, druk dan zeker natuurlijk weer even het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet had gedaan. En dan hoop ik, beste kijkers, dat ik jullie allemaal weer terugzie bij de volgende video op dit kanaal. En ga trouwens in mijn poll reageren over welke Disneyfilm ik nu de geschiedenis moet vertellen. Doe dat alsjeblieft. En beste kijkers, deel deze video trouwens met iedereen die je kent. Al je vrienden, vriendinnen, laat het aan iedereen zien die je kent. En dat mogen jullie ook doen met al mijn andere video's. Mijn hele YouTube kanaal en al mijn video's gewoon met iedereen die jullie kennen. See you all later!